Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag weer een unboxing. Net nu ik alles op heb gezet, hoor ik het in de verte omweren. Dus ik hoop dat het nog even uitblijft en dat ik verstaanbaar blijf. Ik heb vandaag een pakket om te unboxen van de Zeeman. Ik wil er ook een beetje snel doorheen gaan, want iedereen kent eigenlijk het Zeeman-garen ondertussen wel. Maar ja, ik vond het toch leuk om even samen met jullie te unboxen. Ik heb hem al een poos in huis, dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ooit niet meer weet wat erin zit. Het is een behoorlijke doos. De reden dat ik dit besteld heb is, ik had spulletjes nodig van de Zeeman ondergoed. Iedereen draagt het, denk ik. En daarom heb ik de doos ook al opengemaakt om dat eruit te halen. Verder heb ik er niet in gekeken en weet ik dus eigenlijk ook niet meer wat erin zit. Erg is dat eigenlijk. Ik ga hem even openvouwen. Als je dus geluid op de achtergrond hoort, ja, het weer kan dit niks aan doen. Oh, dus een lekker rommeltje. Allemaal losse zakken erin, waarom weet ik ook niet. Een zak met een bol erin, een beetje rommelig oogt het. Even kijken, ja, dat gooi ik gewoon even daarheen. Ik heb hier ook spulletjes voor een winactie in. Ik heb hier twee bollen Lucy. Daar heb ik nog nooit mee gehaakt. Het is 100 gram en 200 meter. Die zit op 75% acryl en 25% wol. En je haakt hem op 4,5. Ik dacht, ik ben aardig verslaafd geraakt aan sokken haken. En binnenkort leer ik sokken breien. En ja, dat hoeft niet per se voor mij alleen maar met dure wol. Er komt een hele grote unboxing aan met sokkenwol. Maar ik denk, daar kan ik dit ook prima voor gebruiken. En ja, als ze dan na 4-5 keer dragen kapot gaan, so be it, maak ik weer een nieuw paar. Het is gewoon zwart met wit en grijs gemêleerd. Die vond ik wel leuk. En er zitten ook dingen bij waarvan ik denk, nou misschien dat ik er ook een babydekentje van maak. Zoals deze. Moet ik even kijken of ik alle kleurtjes heb. Want een paar had ik ook voor een winactie. Oh ja, deze niet. Ik heb drie bollen super soft. Daar heb ik wel vaker mee gehaakt. Ook complete babydekens, hele grote. Mijn zus heeft die jaren gebruikt. Of jaren. Een jaar, anderhalf jaar. En die is nog steeds goed. Gaat in de wasmachine, in de droger. Blijft gewoon mooi. Dit is kleur nummer 42. Het is, ja, lekker paars. Het is iets donkerder dan op je beeld overkomt. Echt lila. Het is 50 gram, 199 meter. Je haakt hem op haaknaald 3A4. En het is 80% acryl en 20% polyamide. En daar heb ik dus drie bolletjes van. Want dit wou ik dus voor een babydekentje voor het goede doel gaan gebruiken. Dan heb ik voor de winactie, en die komt echt wel een keer, en ik weet ook niet of alles in één pakket gaat, dat ga ik allemaal nog wel zien, maar er komen nog zoveel leuke winacties aan, dat ik het gewoon even mijn eigen dingen lekker doorspaar, dat ik extra pakketten kan maken. Daarvoor heb ik de Supersoft in een ja, poederroze kleur, het is echt babyroze, hij komt vrij wit over op beeld. Even kijken als ik hem schaduw geef. Dan kun je zien, ja, dan kun je het beter zien. Het is ook 50 gram, 199 meter. Nou ja, hetzelfde als de paarse bolletjes. Daar heb ik er dus vier van gedaan. Drie om een babydekentje te haken en één om aan jullie weg te kunnen geven. En datzelfde heb ik gedaan met de blauwe, super soft. Ja, zit dus weer hetzelfde in. Maar dan een mooie babyblauwe kleur en die komt aardig goed over. Daar heb ik dus ook weer vier bollen van. Eén om aan jullie weg te geven en drie om een babydekentje voor het goede doel te maken. Wow, ik hoorde onweer en regen gewoon dichterbij komen en dan denk ik, ah, schiet op. Anders moet ik stoppen. Maar ik heb nog vier dingen om aan jullie te laten zien, dus dat komt goed. Waar ik ook nooit mee heb gehaakt, dat is de Elsa Melange. En die had ik eigenlijk als sokkengaren ook gedaan. Maar, ja, dat dacht ik al. Er zit 50% katoen in. En ik weet niet of je met katoen sokken kan haken.
over braaien eventueel. Want ik denk dat dat niet zo mooi blijft. Dat het niet echt in verhouding blijft of zo. Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Heb je daar ervaring mee? Weet je of je met katoen sokken kunt maken? Ik heb nog nooit van katoenen sokken gehoord. Dus dan, laat het me dan even weten. Daar ben ik erg nieuwsgierig naar. Maar dit is dus Elsa Melange. 100 gram, 200 meter. Het is 50% acryl, 50% katoen. En je haakt hem op 3 A4. En er zitten gewoon heel veel mooie kleurtjes in. En daar viel ik vooral voor. Dat roze en dan... ja, babyroze, wit en een beetje zandkleur. En dat verloopt gewoon echt heel mooi als ik het zo zie. En daar heb ik dan 2 bollen van. Het is kleur nummer 30. En daarvan heb ik ook een andere kleur. En dat is deze. Het doet me bijna een beetje denken aan een bloementuintje of zo. Weet het niet. Als ik deze zie, denk ik meteen, ah, een rose garden. Ik weet niet waarom, maar dat popt dan in mijn hoofd op. Ja, mijn brein werkt raar. Dit is groen tinten met wit, een beetje geel, bruin. Ook erg mooi. En dit is kleur nummer 50. En daar heb ik dus ook weer 2 bollen van. Dan is mijn doos leeg. Dat klinkt raar. Oh my lord, een flinke flits. Mensen die mij kennen, die weten dat ik erge angst heb voor onweer. En ik balde van, want ik wil dus filmen. Ik wou heel graag achter elkaar door filmen, maar dat wordt hem niet als het onweert. Dus nou ja, maar even kijken of wat voor mezelf kan doen. Kan ook. Ik bedank je voor het kijken. Wil je graag meer unboxings zien? Die komen eraan. Abonneer dan even op het kanaal en klik op het belletje dat naast de abonneerknop staat. Want dan popt meteen in je beeld als ik een nieuwe video heb geüpload. Bedankt je voor het kijken. Doei!